Maar het goud is echt voor Vos. Het goud is gewoon voor Vos. Ik wist wel, die baan, dit is mijn kans om te laten zien wat ik in huis heb. Nou ja, dan is goud wel echt fantastisch en vandaar ook wel de emotie en de tranen naar de finish. Ik was vooral heel erg blij dat Marianne daar heeft gekregen waar ze zo lang aan gewerkt heeft. Dus ze is 3 jaar mee bezig geweest. Vergeet niet dat de druk niet vaak zo hoog op zo'n jonge sporter geweest is. Marianne was echt jong. En heel Nederland verwachtte daar even een paar gouden medailles. Uiteindelijk dan op het laatste onderdeel het toch nog doen. Ja, dan moet je nog iets meer kunnen dan alleen maar hard fietsen. Dan moet je wel redelijk in balans zijn. Dat is... Als je Marianne diep in de hart kijkt, wil ze eigenlijk maar één ding, dat ze Olympisch kampioen op de weg worden. Dat lukte niet. Die wedstrijd liep niet zoals gepland. Er waren wat bijzondere weersomstandigheden. Ja, dat is voor haar toch een hele grote domper en tegenvaller geweest. En Vos wordt zesde. Een paar dagen daarna kwam de individuele tijdrit. Dat ging ook niet helemaal goed. En dan bleef de puntenkoers over. Maar vooral tussen de wegwedstrijd en tijdrit heeft ze het mentaal heel moeilijk gehad. Als Marianne tegenslag heeft, werkt het beste dat er zo snel mogelijk een nieuwe kans ligt. Een nieuwe kans om alle frustratie eruit te kunnen gooien, de kop weer fris en scherp te krijgen. En aan de andere kant een nieuwe kans op revanche en succes te halen. De wereld te laten zien dat jij de beste bent en niemand anders. De puntenkoers paste zo goed bij haar kwaliteiten dat ze daar veel minder afhankelijk was van omgevingsfactoren. Als Marianne echt goed is, dan demareert ze, geeft ze volgas en dan is ze niet te houden. Dus uiteindelijk heb ik denk ik anderhalf jaar voor de Spelen heel voorzichtig bij Marianne als een balletje opgegooid van hé joh, wat zou je van de baan vinden? Nou, toen keek ze me eerst lachen, nou, ben je gek gewoon, ik heb nooit een baan gereden en nee, dat doen we niet. Nou, dus uiteindelijk dat toch eens rustig wat laten liggen. En toch tegen Marianne op een gegeven moment gezegd, nou, laten we toch eens op de baan proberen. Ik had direct anderhalf jaar voor de Spelen het gevoel dat daar de kans misschien wel groter zou kunnen zijn dan in de wegwedstrijd. Ik had goed getraind, nou ja, dat was een goede basis. Ik voelde me fit, dus daar kon het eigenlijk niet aan liggen. Ik had een paar dagen om gewoon voor mezelf de rust in mijn hoofd te krijgen van ik ben er klaar voor. Wat houdt me nou tegen? Er moet spirit in. Marianne moet afleiding hebben, moet weer wat gebeuren. Dus ik heb direct naar haar vader in het Olympisch dorp gebeld van hé joh, ga eens eventjes kijken of er vanavond en morgen wat sportwedstrijden zijn. Dus echt even 2 dagen eruit, niet fietsen, kop fris krijgen, lekker met de familie even op pad gaan en vanuit daar weer helemaal opnieuw beginnen. Het idee van het is nu niet gelukt, maar ik heb nog 1 kans. En ik ga nu mezelf die dienst bewijzen door gewoon erin te vliegen. Niet na te denken over druk of over punten of over wie of wat dan ook kan denken. Ik ga er gewoon tegenaan. 'S Morgens toen we opstonden en naar de baan liepen, toen heb ik ook gezegd goud. Ik had een goed gevoel bij, ja. Ja, ik had het gevoel dat alles in balans was en dat ze er klaar voor was, ja. En Vos als een bezetene. 35 ronden nog te gaan en Vos doet goede zaken. Kijk eens, wat een enorm gat in korte tijd. Op het moment dat ze aanging voor die demarrage had ik het gevoel van ja, dit is raak, klaar. Juist die vrijheid en gewoon door op gevoel te koersen heeft me uiteindelijk daar het goud gebracht. We hebben niet veel gezegd. Nee, we hoeven niet veel te zeggen. We wisten waar we mee bezig waren geweest. De traject is niet altijd even gemakkelijk geweest. Dus op dat moment waren het vooral emoties. En dan hoef je niet zoveel tegen te zeggen. Dan weet je redelijk goed hoe het zit. En daar is die medaille. De gouden medaille is van Marianne zelf, van de sporter zelf. Maar ik heb er wel een gevoel bij dat ik erbij heb mogen zijn, ja. Je denkt toch altijd als topsporter verder en kijk je vooruit en ben je weer bezig met het volgende doel. En kijk je eigenlijk niet zoveel terug naar wat je bereikt hebt. Terwijl het soms wel goed is duidelijk op een rij te krijgen van goh, ik heb het toch wel het een en ander bereikt.